Wij laten onze kippen in een natuurlijke omgeving leven, waarbij ze natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Onze biologisch dynamische kippen zijn hierdoor sterker en worden ook ouder. De kracht van de natuur vertaalt zich in het prachtige leven van de kippen en de kracht in de eieren, waar we met recht trots op mogen zijn. Onze kippen en hanen zoeken hun veiligheid in hun natuurlijke omgeving. Daarom hebben wij bosjes geplant in de uitloop. Een kip is van nature een bosvogel. Ze vinden daar beschutting bij onder andere tegen roofvogels. Ze gaan daardoor graag naar buiten, waar de kwaliteit van die kippen en dus het ei wat ze leggen te goede komt. Alleen biologisch dynamische pluimveehouders hebben hanen tussen hun hennen lopen. Dit geeft de hen het vertrouwen dat ze beschermd zijn. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Daarom lopen de kippen graag buiten. Door de hanen tussen de kippen komt er een sociale rust binnen de groep. De kippen gaan elkaar minder snel pikken, wat minder stress geeft en daarmee wordt de legkwaliteit bevorderd. Alleen biodynamische kippen krijgen 100% biologisch voer, dat in een transparant systeem wordt geproduceerd. De mest van de kippen wordt gebruikt in de teelt van het voer. Op deze manier ontstaat een kringloop waarvan de kwaliteit makkelijk te waarborgen is. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat onze kippen ooit antibiotica hebben gehad. Zo krachtig en sterk zijn ze dan. De hanen leggen de kiem van vruchtbaarheid in een ei. Zoals bijvoorbeeld bij een hommel of een bij de vruchtbaarheid van de bestuiving geeft. Hierdoor zijn de Demeter-eieren vitaler en vol levenskracht voor de consument.